allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we het hebben over een best wel klein voorwerp. Ik heb het in de Julianatoren gekocht en ik heb het nog niet opengemaakt. Ik heb het nog speciaal dichtgelaten voor deze video. Dus druk alvast op dat blauwe duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en druk op het belletje zodat je nooit meer een video mist en altijd op de hoogte blijft als ik een nieuwe video heb geüpload. Dus ik zou zeggen, welkom bij weer een gloednieuwe video van Floors Reviews. De superleuke armband van Custer Ranger. En je ziet het, hij zit nog in de verpakking. Ik heb hem eigenlijk nog niet opengemaakt. Zoals ik net al zei, dus dat gaan we nu eventjes doen. Hij zit eigenlijk zoals je ziet in een plasticje. En dat gaan we nou even openmaken. Het is al heel lang geleden dat ik deze armband van Custer Ranger heb gekocht in de Julianatoren. En hij ziet er nog helemaal als nieuw uit. Je kan gewoon trouwens ook zelf kopen in de Julianatoren. Ik denk voor €2,95 denk ik. Of €3,95, zo in die prijskwaliteit. Dus dit deel is al los. Moet alleen... En hoppakee, hij is los. Nou... Zo ziet hij er dus uit en hij ruikt nog helemaal nieuw. Hij ziet er super leuk uit en zoals je kan zien staat hier dus Custer Ranger op. En hier staat... Oh, ik had hem ondersteboven. Oeps. Ja, zoals je ziet staat hier dus het logo van Custer Ranger op. En zijn naam staat er ook op. Custer Ranger. Hier op de bovenkant van de armband... kan je het personage ook zien. Het is eigenlijk het tekenfiguur van Custer Ranger. Want Custer Ranger ziet er in het echt natuurlijk veel anders uit dan hier op deze armband. Er staat ook zelfs Julianatoren op. Wacht, ik ga het zo houden, want dan heb ik het niet anders erboven. Er staat zelfs Julianatoren op, want dat klopt. Het komt ook van de Julianatoren. De achterkant is helemaal groen. Want voor diegene die... gekeken hebben naar het interview van Custer Ranger, dat is ondertussen al 3 jaar geleden. Kan je hier ook eventjes aan het einde van de video terugvinden in de beschrijving. Voor degenen die dan hadden opgelet, Custer Ranger zijn lievelingskleur was dan groen. En wat is jouw lievelingskleur? Roze! Nee, groen. Ja, inderdaad, groen. Dus dan is het ook wel typisch dat deze armband dan ook weer mooi donkergroen is. Hij is echt super zacht. Als je erover gaat, is hij mega zacht. Ik heb ook veel meer van Custer Ranger en dat ga ik jullie nu eventjes laten zien. Kijk, ik heb dus deze super vrolijke poster van Custer Ranger. Ja, hier zie je ook nog Zoe en Silas. En hieronder heb ik dus een hele leuke sticker van Cas. En ik heb ook nog een magneet en die laat ik jullie nu even zien. Kijk, dit is dus die magneet van Custer Ranger. Het is gewoon het logo van Cas. En als je hem omdraait, ja, ik ga hem nu wel eventjes ondersteboven, dan zie je hier de magneet zitten. Maar weet je wat, we gaan gewoon terug naar de armband waar we gebleven waren. Want ja, al dit kan je gewoon... krijg je in de shop van de Julianatoren. Behalve de poster, die niet meer. Die is niet meer verkrijgbaar. Maar we gaan nu gewoon weer terug over op de armband. Zo, ik zit weer terug en we zijn weer terug bij de armband. En zoals ik al zei, staat Cas hier ook op. Gewoon met zijn armen gekruist over zich heen. Hier staat ook weer... Wacht, ik zal hem even scherp stellen, want dan kunnen jullie het beter zien. Kijk, hier staat dan weer het logo van Custer Ranger. En de, zoals ik net al zei, de achterkant is gewoon groen. En ja, hier zitten ze van die, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, zo van die puntjes. Geen idee waarvoor ze dienen. Maar je kan ze dus zo, hup, om je pols doen. Oh, wacht.
En dan heb je een superleuk bandje van Cast Ranger. Nou, ik vind het allereerst een superleuke armband. Hij is van supergoede kwaliteit. Hij zit eigenlijk ook super lekker. En het is niet alleen voor kinderen geschikt, maar ook voor volwassenen. Want mij past hij zelfs. Nou ja, ik heb wel niet zo'n hele brede polsen, dus dat scheelt. Dus wat mij betreft, deze armband krijgt een 2 dikke duimen omhoog. En vond je dit zelf ook een superleuke video? Geef dan ook eventjes een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Want we zijn op weg naar de 500 abonnees. En bij de 500 abonnees gaan we sowieso iets leuks doen. Maar als jij ook nog een idee hebt van, hey, dat moet je bij de 500 abonnees gaan doen, zet het dan even hieronder in de reacties. Of stuur me eventjes een DM via Instagram. Mijn naam op Instagram is Floor Filine. Dus ja, eventjes naar mijn Instagram. Volg me daar ook eventjes. En volg ook zeker Floor Stekenwereld. Want daarover komt ook nog een superleuke video later online op mijn YouTube kanaal. Dus ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal. Druk op die belletjes. Of ja, op het belletje. Want het is er maar één. En dan krijg je een notificatie van wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En vergeet natuurlijk ook eventjes niet te abonneren op het kanaal van de Julianatoren. Want die maken ook altijd super leuke video's. Onder andere ook de video's van Cast Ranger. Dus die moet je ook eventjes gaan kijken. Oh. Ik denk dat ik ga eten, want mijn maag begint te grommen. Nou, doei!